Noorderlicht draait dit jaar om geloof. En omdat het deze week precies 65 jaar geleden is dat de Joodse stadjers naar Westerbork werden gedeporteerd, ga ik vandaag op zoek naar de geschiedenis van de in de oorlog omgebrachte Joodse fotograaf Isaac Joseph Cohen. Hier in de A-kerk, vanwege het thema Act of Faith, hangt een aantal Joodse foto's. Dit zijn recente foto's. En dit is, walgelijk maar waar, ook een recente foto. Een foto met Amerikaanse nazi's. En dit is een foto van een Joodse fotograaf, Isaac Joseph Cohen, die slachtoffer is geworden van mensen met dergelijke denkbeelden, Duitse nazi's. Deze foto's zijn gemaakt door Isaac Joseph Cohen, een van de vele Joodse fotografen die Groningen vroeger telde. In de periode tussen 1840 en 1940 was ongeveer 3% van de Groningse bevolking Joods. Maar van alle fotografen waren er zo'n 40% Joods. Nou, een mogelijke verklaring voor dit hoge percentage is dat veel Joden oorspronkelijk uit Duitsland kwamen en daar nog contacten hadden en de fotografie daar eerder tot ontwikkeling kwam. Een andere reden zou kunnen zijn dat fotograaf een vrij beroep was en dat Joden voor veel beroepen uitgesloten waren, was fotografie een mogelijkheid. Hier op deze plek, Volkingenstraat 42, werd het eerste Joodse fotoatelier van de stad geopend. Ja, het is niet meer het oorspronkelijke pand. Dit is in 1938-39 gebouwd. Het werd geopend door de eveneens uit Duitsland afkomstige Frenkel en zijn compaan. En dat was de vader van Isaac Joseph, Joseph Liebman Cohen. En Isaac Joseph werd geboren een stukje verderop. Daar naast wat nu Delta Sex Shop is. En dat hij fotograaf is geworden is eigenlijk wel heel logisch. Want hij als zoon van Joseph Liebman en zijn vrouw Jaantje Wolf werd geboren in 1858. En dat was het jaar dat zijn vader in de fotobusiness ging. Vader Joseph Liebman Cohen werd de stamvader van een hele fotografenfamilie. Niet alleen zoon Isaac Joseph trad in zijn voetsporen, ook zoon Liebman en een schoonzoon deden dat. En later volgden nog 3 kleinzonen, een aangetrouwde kleinzoon, 2 kleindochters en verdere nazaten.
Isaak Jozef en Liepman Jozef begonnen in de Volkingestraat, het hart van de vooroorlogse Groningse Jodenbuurt, onder de naam Gebroeders Cohen. Maar begin 20e eeuw hadden ze zich opgewerkt en vestigden zich beide aan de chicere Herenweg. Liepman een stukje verderop, in een pand dat er niet meer is. En Isaak hier, en dat pand is er nog wel. Eind 1903 vestigde hij hier snelfotografie-studio Gruno. Maakte allemaal groepsfoto's en dat soort dingen. Dan ben ik benieuwd. Goeiedag. Hoi, Beno. Dag, Gea Koenen. Hallo. Mag ik even binnenkijken of er nog iets te zien is uit het begin van de 20e eeuw? Oké, ja, zeker. Ja. Dat is het pand. Ja, wat gebeurt hier? Er zijn hier wat praktijken en kantoorruimtes in dit pand. Ik zit zelf helemaal boven. Ja, het is wel ontzettend veranderd, lijkt mij. Ja, er is heel veel opgeknapt en er zijn nieuwe ruimtes ingekomen. En er is ook eigenlijk niks meer te zien van hoe het vroeger is geweest. Nee, dat is wel jammer. Maar ik heb nog wel een oude foto voor je, misschien vind je dat leuk. Een foto van... Nou, dit begin 20e eeuw lijkt het inderdaad wel. Ja, dit is het pand. Herenweg 100. En dan zie ik dat er toen nog een tussenverdieping in zat. Souterrain. En dit was dan de fotostudio met een uithangbord waar het misschien wel op staat. In 1910 verhuisde snelfotografie studio Gruno van de Herenweg naar de Herenstraat. Daar boven Homan op de hoek met het Zuiderdiep, Herenstraat 80A, daar vestigde Isaak zijn fotostudio. En het was echt een plek voor fotografen, want voordien had de bekende Joodse fotograaf Wijnberg en zijn studio gehad. En later kwam er foto Boucher. Nou, dan heb ik hier een uittreksel uit het dossier bij de Kamer van Koophandel van Isaak Jozef Cohen, fotografie Gruno. En daar staat het, Herenstraat 80A. Maar uit datzelfde dossier blijkt dat hij in 1923 Groningen verliet. Hij verhuisde naar Van Kinsbergenstraat 2 in Den Haag. Deze foto van Isaak Jozef Cohen werd gemaakt door een van zijn nazaten die ook gingen fotograferen. Een van die fotograferende kinderen, dat was Henriette Cohen. Op deze foto staan vier generaties. De dochter, de kleindochter en de nog heel kleine achterkleindochter Ineke van den Dop. De foto werd gemaakt in 1942, vlak voordat Isaak Jozef op transport werd gesteld naar Westerbork. En op 26 februari 1943 werd hij in Auschwitz om het leven gebracht. Ineke, hier met haar moeder, hoorde dat verhaal pas zo'n 10 jaar geleden, vlak voordat haar moeder overleed. Foto's van nazaten van Isaak Jozef Cohen zijn hier in de A-kerk niet te vinden. Maar het werk met de camera is hen niet vreemd. Actrice en filmmaker Tamar van den Dop is tenslotte een achterkleindochter van Isaak Jozef.
Thank you.